Ik wil het met jullie hebben over de verkiezingen eigenlijk ook. Want hier kunnen we lang over praten en het komt ook nog terug zo in het volgende onderwerp. Maar Bierduk, jij twitterde gisteravond laat, denk ik. Is dit dan de gamechanger? Is dit dan, hè, want we hebben het over de campagne. Het is natuurlijk campagnetijd. Deze gebeurtenis waar iedereen op zat te wachten die deze campagne gaat beïnvloeden. Nou ja, ik zat te denken, kijk, heel veel mensen waren, hè, net zoals Afshin Elian, die steunen Mark Rutte en de regering hierin. En, maar je kunt ook denken, misschien staat de regering, de Nederlandse regering hierin wel alleen. Want ik heb mevrouw Merkel nog steeds niet gehoord. En de Fransen laten dus die minister binnen. Erdogan gaat excuses eisen. Hè, want die gaan het hoog opspelen natuurlijk. Krijgt hij niet, toch? De oppositie... Krijgt hij niet, hè? Het is toch bizar? Excuses krijgt hij niet. Even weer. Ik vind je een geweldig journalist, maar even serieus. Een man die als gisteren uitmaakt voor fascist en een land van nazi's. Je gaat dan excuses vragen aan tuurlijk. Nederland. Ik ga proberen het te deescaleren, maar niet door excuses aan te bieden. Ja, maar u hebt zijn minister. Dit is een Turk, hallo. En dit is een andere, hele andere politieke cultuur. En daarom, precies omdat zij zo trots zijn, heb ik gisteren een belangrijke zin uitgesproken tegen mijn Turkse collega. Ik weet dat jullie altijd de nadruk leggen op de Turkse trots. Ik zeg maar, er is ook een Nederlandse trots. Precies. Wij zijn trots op onze waarden. Ja. Wij hebben 500-600 jaar geleden hier een staat gevestigd, die vervolgens is geëvolueerd in een democratische rechtsstaat. De verlichting, de grondwet, de joods-christelijke traditie. Ja. Daar hou ik aan vast. En vanuit dat postulaat, dat we daar tegenover elkaar staan, moeten we proberen de zaak tot rust te brengen. Allemaal eens. En dit is nationalisme natuurlijk. Ja, natuurlijk. Waarom denk jij dat hij die excuses zou aanbieden en dat dat een probleem zou zijn? Hij roept van alles. Nee, het gaat hier om machtspolitiek. Nederland verzeild raakt in machtspolitiek. Daar gaat het nu over. Dit gaat niet meer over diplomatie, dus machtspolitiek. Daar hebben we voor gekozen gisteren. Dan moeten we machtspolitiek gaan spelen. Ja. Erdogan gaat eisen, jullie gooien minister je land uit, ik eis excuses. Dat gaat Nederland kunnen doen. Dan krijgen we de steun van Merkel en van Hollande. Maar, dat is allemaal maar de vraag. Dan ruikt de oppositie ruikt bloed maandag en woensdag zijn er zin. Volgens nog Turkije heeft meer problemen dan Nederland. Economisch hebben ze problemen. Ik wil het graag veiligheidsproblemen. Hebben over een complete oorlog tegen Koerden. We gaan het hebben over het de campagne. Want die speelt inderdaad. We zien allemaal door elkaar, want er staan ze er thuis helemaal niks meer van. Orde houden hier. Machtspolitiek is dit weer, Duk. Maar dan op de bank op zondagochtend. We gaan het hebben